Zoals je kan zien is deze kaart helemaal leeg. Vandaag ga ik 6 verschillende challenges doen om mijn eigen rating te krijgen. Challenge nummer 1. We gaan erachter komen hoe snel ik ben. We hebben een data-analyst met een iPad die alle cijfers bijhoudt. Zodat we kunnen meten hoe snel ik echt ben. De eerste test die we gaan doen is snelheid. Maar voordat we dat gaan doen, moeten we eventjes naar Onur. Ik ben Onur, de data scientist van Skill Games Lab. We gaan vandaag met Emin alle statistieken bekijken. En hij gaat inzicht krijgen in hoe snel die is, hoe die beweegt en alle andere statistieken ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten. Dus let op, je gaat hier staan, ja? 2 voeten naast elkaar, ja, op de lijn. Dus niet naar achteren. Okay. Je staat echt statisch. Okay. Als je hier langs gaat, begint je tijd. Ik moet mezelf bewijzen, Ik moet meerennen. 3, 2, 1, go! Zo, hadden we niet verwacht van hem. Kijk, nu gaan we zijn statistiek voor snelheid invoeren en scoren. Wat dit inhoudt is eigenlijk 65 is gemiddeld, 99 is de beste gewoon, de allersnelste die gemeten worden, de Usain Bolt onder ons, en 30 is het langzaamste. Dus dan heb je een idee waar die ongeveer staat en dat zegt de score. Okay. We gaan naar de volgende oefening. Oké, mensen, ik heb dus zojuist gesprint. Mijn conditie is echt super slecht. De scientist heeft uiteindelijk score opgeschreven. Dus aan het einde van de video ga ik uiteindelijk mijn rating te zien krijgen. Jullie ook. Ga lekker kijken tot het einde en vergeet niet te abonneren en te liken. Challenge nummer 2. Schieten. Er zitten 32 borden in het goal. Elk met een letter. Hoe dichterbij je bij de letter A schiet, hoe hoger je score. Hey mensen, we zijn bij het tweede onderdeel aangekomen en dat is schieten. We gaan zien of het schot een beetje goed is. Let's go! Oké, schot nummer 1. We gaan beginnen. Oh, nu dit is voor jou, ja? Hey, dit is voor jou. Rechtsboven? Tuurlijk. Oh mijn god! Hey, oh tempo, man! Oh, bijna! Hey, doe toch ook niet in de wedstrijd? Niks, hij heeft niet eens geraakt. 3, 2, 1. Oeh, B. Oké. Het gaat niet slecht. Ik heb tot nu toe niet gemist. Dus daar gaat het om. Oké, dus gaan we voor de linkerkruising. Ah, koud slecht. Kijk, dit is het moment van de waarheid. Of Emin praatjes heeft, of dat hij het echt kan schieten. Maak je ready voor een koude edit. Goed, bro. Maar ik mis gewoon. Kom, we gaan hem alvast opschrijven dat jullie weten wat zijn schotnauwkeurigheid was. En dan haal ik het weer eraf. Kijk, en hij mag het niet zien. Hier kunnen jullie het zien. Deze challenge sluit aan bij het onderdeel schieten. Hier moet ik zo hard mogelijk de bal in het goal schieten om te kijken hoe snel ik de bal schiet. We gaan nu schotkracht meten, dus ik ben benieuwd. Als je middenhoog schiet gaat, wordt dit best gemeten. Dus ik zou adviseren gewoon een beetje goed met de wreef, door de as, zo hard als je kan. 3, 2, 1. Come on. 108. Prima. Tweede poging. Gaat hij hoger nog? 107,61. Nee, we blijven op 108. Ja, 108 denk ik is mijn gemiddelde qua schotkracht, maar het wordt nog helemaal geanalyseerd en gedata. Er worden gewoon 2 cijfers gepakt en daaruit komt de gemiddelde. Oh, nu kunnen we ze schieten doen. Dus zijn schotkracht is, even kijken. Hij heeft zich goed gerevancheerd tijdens deze oefening. Let's go naar de volgende. Ga naar dribbelen. Nee, pasen. De volgende challenge is pasen. Er zitten 3 goaltjes naast elkaar met daarin paaltjes. Hoe dichter ik in het midden paas van de paaltjes, hoe beter mijn passing score. Oké, mensen, we zijn bij het volgende onderdeel aangekomen en dat is pasen. Het gaat tot nu toe. Wat vind je ervan? Hoe het tot nu toe gaat? Hey, ik ben aangenaam verrast, man. Ja? Hey. Ik weet niet of het goed of slecht bedoeld is, maar verrast in. Ben je echt benieuwd, man? Ik vind... Je schot dat ik wel iets meer verwacht van jou? Ja, die eerste was wel goed, maar ja, niet goed genoeg. Ik ben benieuwd, ben mensen. Klaar? Ja, ik heb te horen gekregen dat ik best wel een goede passing heb. Lange passing dan. Nee, ja, toch? Niet maar, druk opgeven. Maar we gaan het nu testen, dus let's go. 3, 2, 1. Wow! B. Ik vind hem nog matig. Wow! Het gaat de goede kant op. Oké, maar nog steeds geen midden, hè? Je bent twee doelen, man. Yay. Kijk, ik heb er een paar ringloos geraakt, alleen het zijn de zijkanten. Ik heb helaas niet de middelste losgeraakt. Bro, de laatste die zou erin gaan. Ja, het is tegen de paaltjes aangekomen. Ja, ik ben benieuwd wat mijn rating gaat worden, we gaan het zo meteen te horen krijgen. Mag ik jou wel kiezen op FIFA? Nog niet, binnenkort wel. Zijn passing weten we nu ook. Hij heeft de as geraakt, dus hij heeft een goede door de midden geschoten en de rest waren allemaal redelijk in de buurt. Maar wat je moet snappen is, als je iemand aanspeelt op de juiste been, moet je gewoon zo goed mogelijk in de as kunnen spelen. Maar desalniettemin was niet slecht. Dit is zijn score voor passen. Oké, op naar het volgende. Dribbelen.
We gaan door naar dribbelen. Er zijn 6 gele paaltjes waar ik zo snel mogelijk doorheen moet gaan dribbelen. Hoe sneller ik er doorheen dribbel, hoe beter mijn score. We zijn nu bij de 4e onderdeel aangekomen en we gaan nu dribbelen. Ja, dribbelen kan ik wel. Ik heb gehoord dat ik goed kan dribbelen. Nu gaan we het echt zien. Ik heb veel gehoord. Ik heb ook veel gehoord. Je weet wat het is. Vandaag is de dag dat we het waar gaan maken en of die praatjes echt geen praatjes zijn. We gaan het zien. Let's go. Hoorde? Jola? Hoorde? Ik hoor van mensen is snel. Hij hoort dat hij snel is, jongens. Maar weet hij dat ook? Ik ben benieuwd, man. Zijn stats zitten allemaal. Je ziet gewoon hoe goed het eigenlijk is. Oké, we weten nu zijn stat voor dribbelen. Oké, we gaan door. De ene laatste challenge. Hier zal ik zo snel mogelijk moeten trippelen op de witte stippen. Om zo mijn behendigheid in cijfers te krijgen. Oké, mensen, we zijn bij de ene laatste onderdeel aangekomen. Dit is behendigheid. Kijk hoe behendig ik ben. En hiervoor moet ik mijn kicks uittrekken. Want we gaan op een bepaalde plaats staan. En wat gaan we dan precies doen, Onur? Wat we bij deze onderdeel gaan doen is we meten hoe snel je op je voorvoeten bent. Dus je behendigheid op je voorvoeten is eigenlijk, je moet zo snel mogelijk trippeling doen. Je krijgt 10 seconden de tijd en dan zo snel als je kan. Ben je ready? Ik ben zeker ready. Ik ben ready geboren. 3, 2, 1. Oké, jongens, hij is ready. Wajo! Status bar! Raak je ze ook allemaal? Ja! Wajo, status bar! 10 seconden. Ik kan ook 30 seconden doen, hè, Red. Het is heilig zwaar, bro. Dit is conditioneel. Hey, mijn benen kunnen dit niet aan, maar ik ga verzuren. Bro. Nee, kleine jongen. Wat heb je? 56 en 52. Hij heeft 56 en 52. Ik hoorde 50 net, dus dan denk ik wel dat het goed is. Hé, hoe dit? Oké, laten we gelijk kijken wat zijn stat is. Hey, dit is zwaarder dan je denkt, mensen. Ik zweer het. Oké, ik ga je wegkijken. Dan ga ik het even met de kijkers delen wat hij heeft. Oké, hij heeft voor dit onderdeel. Je ziet een patroon, hè, in al die oefeningen. Dat is waar zijn lichaam momenteel zit. Oké, fysiek. We gaan nu fysiek doen. We zijn aangekomen bij de laatste challenge, fysiek. Om te meten hoe sterk ik ben in mijn benen, moet ik 5 keer achter elkaar zo hoog mogelijk springen. Hierdoor kan de data-analyst meten hoe sterk ik ben. Zo, toch? Juist. Oké. Als je klaar bent, 5 keer en je hoogste telt. Ik weet niet. Eentje. 42. Ik zag zijn gezicht, hij deed zo. Zo van, oh dit. Ik ben benieuwd, man. Oh dit. Het voelt wel lekker. Hey, ik heb iemand gehad die 62 sprong, wat zeg jij? Dan gaat hij weer dit soort dingen. Nee. Je ging me hypen voor niks, man, bro. Oké, nu gaan we zijn score weer opschrijven, wat hij net heeft gedaan. En dit is uiteindelijk zijn kaart geworden. Oké, mensen, ik heb alle challenges gedaan, alle testen gehad. Ik ben benieuwd naar mijn rating en waarschijnlijk jullie ook. We gaan het zien, man. Alles is opgeschreven. Totale rating uitrekenen en dan kijken wat ik voor rating heb gekregen. Let's go. Oké, mensen, we gaan nu eindelijk onze rating te zien krijgen. Onur, kom erbij. Ik ben benieuwd. Ik vond het. Ja, bij sommige onderdelen vond ik het goed gaan. Sommige onderdelen gingen wat matig. Wat minder goed dan ik had verwacht. Bijvoorbeeld schieten. Het was een goed schot, maar ja, ik krijg geen rating erbij, snap je? Dus ik maak me zorgen om die rating van schot en zo. Maar ja, ik ga het gewoon zien. Ik ben benieuwd wat ik krijg. Ja, Wat denk je aan Ted? Ja, hele rating. Ik denk. Of zullen we beginnen met snel? Nee, wacht even. Ik denk 73. 73 denk ik. Ja, 69. Nee, ik ga 69. 69. 73 is mijn. Ik neem die gewoon. Oké. Wat is mijn rating? Ik ben eigenlijk benieuwd. Weet je wat het is? Wat is het? 73! Oh mijn god! 73! Is 73? Hé, hey, Carlo goed geraden in één keer. Maar kijk dan, alles is gewoon weer, ja. Mensen, kijk alsjeblieft. Ik heb bij snelheid heb ik 74. Ik vind het goed 72. Als ik die eerste dus had geraakt, zou ik veel hoger krijgen. Schotkracht was 83. Ik zou veel hoger krijgen. Dus je schotkracht is 83, je schot nauwkeurig is 60. 60. Maar omdat je één goed in de hoek hebt geschoten, dus het is niet gelijk heel laag. Ja. Want je hebt er één gemist, dus één paal. Als ik die kruising nog had gescoord. Dan had je waarschijnlijk, ik denk rond de 80, 78 misschien. Als je die hoog in de hoek was, 99. Ja. En passing 76, ja, ik had wel ietsjes hoger verwacht. Ja, want dat is zeg maar in de as zou passen. Je hebt twee de rechts, links gaan passen. Ik vind het prima, ik neem die ook. Dribbelen 76, zou ik ook wel 5 à 10 wel hoger nemen. Ik had die wel wat hoger verwacht. Ja, man. Behendigheid 74. Er zijn boys van 12 die gewoon in 5 seconden. Ja? Ja, man. Dat is echt lijp, man. Maar daar zie je dus verschil van. Maar dat zijn wel allemaal jongens die richting AZ gaan, echt profclubs gaan. Behendigheid 74. Zoals je kan zien. 74. Ik denk dat je verzuurd hebt.
Oh ja, 74. 74 heb ik als behendigheid. Vind ik ook wel prima. Neem ik ook op mijn chest. En 69 fysiek. Ik ben niet een hele fysieke jongen, dus die neem ik ook op mijn chest. Ik vind het uiteindelijk 73 voor een startje. Als startpunt zeker een goede kaart. Ja. Ik heb lang niet gevoetbald, dus 73. Maar de volgende keer, oom Loet. Ja, ben je de nu gewoon een keer? Ga ik hem hoger halen. Dus. En dan gaan we ook een foto's doen. Mag je poseren? Bro, ik ga hier, bro, dan. Krijg je minimaal 85. Ja? Minimaal 85. Minimaal, bro. Minimaal 85. Weet je wat je zegt hier? Bro, minimaal 85. De volgende keer, mensen, gaan jullie zien. Dus mensen, dit was uiteindelijk de test. Onur, ik wil jou heel erg bedanken. Graag gedaan. En mensen, als je geïnteresseerd bent om zo een test te doen, om te kijken wat jouw rating is, kan je terecht bij skillgameslab.nl. En ja, dat was het eigenlijk, mensen. Zoals we altijd zeggen, zoals ik altijd zeg, Leon, koem!